Ben jij ook een beetje zat van al die saaie oordopjes elke keer weer op de markt? Gewoon van die ronde dingetjes waar je denkt van, what the fuck, het is allemaal weer hetzelfde. Ik heb een product voor jou gevonden, waardoor je best wel uniek kan wezen. Want ik denk niet dat iemand anders dit heeft. Althans, die je kent. Ik heb hier de Tiger & Rose Truly Wireless Earbuds. Zoals je kan zien, is het niet je normale oordopjes. Want deze zijn best wel uniek. En daarom wou ik ze juist uitproberen. Dus laten we nu maar beginnen met het unboxen van dit prachtige doosje. En zien wat we een beetje te vinden zullen krijgen. Ja, dit is een kwaliteitsdoosje met magneetjes aan elkaar. En dit is de presentatie van het product. Zacht stukje. Oh. Even kijken, hoe gaan we dit aanpakken? Want we kunnen niet meteen eruit pakken. Oh. Oké, deze dus wel. Niet ondersteboven halen, want anders valt het eruit. Oké, leggen we deze even aan de kant. Schrijven we hem eruit. En nu kunnen wij het doosje eruit halen. Uithalen. Dankjewel. Dit is het doosje dus. En zoals ik al meteen kan zien, is het doosje wat opgeladen via USB-C. Waar ik dus absoluut van hou, want mijn andere oordopjes die hebben dat dus niet. Die hebben gewoon micro-USB en dat is een beetje outdated. En dit gaat goed met de tijd mee. Als je hem open doet, zie je natuurlijk gewoon de fitting waar de oordopjes in gaan. Twee van die koperen pinnetjes waar de oordopjes mee opladen. Dus deze zet je gewoon zo erop en dan zit ze erin. Het heeft wel een magneet, dus dat is een voordeel. En dat heeft een magneetje dus, waardoor hij niet uitvalt. En je kan precies zien hoeveel batterij er nog in zit. Dus hier zit hij op 75%. En dat vind ik echt very nice. I love it. Want mijn vorige case heeft alleen maar twee stipjes. Of hij is 50%. Of 100% of gewoon leeg. Dus dit vind ik wel top. Absoluut. En voor de rest wat ze nog aanbieden zijn deze verschillende oordopjes. Met verschillende groottes trouwens. Dus je kan de perfecte voor jou vinden hier. Als het goed is. Want we hebben van kleine formaten tot grote formaten. Dus dit zijn dus de kleine oordopjes. En hier heb je zo'n haakje erom. En het idee ervan is dat hij in een oorschelp zo mooi zo erin past. Waardoor het gewoon lekker zit. En als je gewoon lekker schudt met je hoofd en een beetje aan het joggen bent, dan weet ik voor wat dan. Blijft het gewoon lekker zitten. Dus dat is very good. I love it. Oké, dus we hebben verschillende maten. Die moeten we nog wat dingen natuurlijk opkrijgen. Je krijgt natuurlijk verder ook nog een kabeltje erbij. Ook heel handig, een USB-C kabeltje. Ik had op zich wel weer eentje nodig, dus dankjewel. Ja, weet je, we gaan gewoon even deze dingen hierop zetten. En we gaan even kijken welke dan bij mij past. Ga ervan uit dat de middelste altijd voor mij goed is. En hier heb je van die haakjes. En hier binnenin heb ze cirkeltjes. Dus als je deze ver genoeg inschuift, dan blijven ze achter haken. Waardoor ze dus niet losgaan. Very slim bedacht. Dus deze gaan we erin schuiven. En we gaan hem eventjes aantrekken. Ik trek hem eventjes hier aan. Oh, het is wel eventjes een lastig kwijtje om hem misschien wat eromheen te krijgen. Dus als hij aan het peren is, zie je dus de oogjes knipperen. Wat ook best wel vet is. Het heeft wel wat. Het heeft wel wat stoers. I like it. It is very nice. Ik zal ze even neerleggen. Ik pak mijn mobiel even erbij. En hopelijk verbindt het een beetje snel, want dat vind ik altijd het dingetje met mijn eigen oordopjes. Ze verbinden helemaal niet snel. Dus ik hoop dat deze dat wel doen. Ik zie Tiger & Rose P8, zie ik staan. Verbind ermee, koppelen aan de... Ja, ok. Verbinden. En hij is verbonden. Very good. Nu ga ik eventjes de geluidskwaliteit testen. Even horen hoe het klinkt. Oké, dus zo zit het er goed in? Hij zit op kwam. Ja, dit is left. Dat staat hier ook op trouwens, left. Alleen ik vraag me af of ik hem wel goed... Ja, dat kan maar één manier... Ik denk dat ik het andersom heb gedaan. Dus, ik kwam erachter. Als je deze dingen koopt, tenzij het hier aangegeven staat. Nee, je moet ook het goede oortje aan het goede leeuwtje doen. Dus ik kwam erachter dat ik het aan het verkeerde leeuwtje Jij heb gedaan. Jij kwam erachter. Jij kwam erachter, sorry. Dus als je deze ding ontvangt, even voor zekerheid de goede tijger met het goede oortje doen. Hoe sexy zie ik er niet uit? Hè? Zeg zelf. I'm beautiful, I know. Oké. Ik heb nu wat geluisterd. Even eruit halen. Wat ik gemerkt heb aan deze oordopjes is ze helemaal niet de focus liggen op de low end van de oordopjes. Je hebt niet echt veel bas in deze oordopjes vergeleken met de oordopjes die ik hiervoor had, de Soundbeats. Vind ik persoonlijk wel wat jammer. Ik had liever eigenlijk wat meer bas gewild. I don't know, ik weet niet, ik hou wel van een beetje bas, een beetje wat in mijn muziek. Dat vind ik persoonlijk gewoon wel fijn. De audio klinkt goed, de hoge klanken en alles, dat klinkt ook wel goed. Alleen de bas, ik mis het. Ik mis de bas. Ja,
I don't know, weet je, wat krachtachtige muziek. En dat mis ik gewoon bij deze oordopjes. Dus wat dat betreft vind ik het wel een beetje jammer. Voor de rest, deze oordopjes, ik ga ze nog even testen hoe goed ze in de oren zitten. Want als het goed is, als je van dit soort oordopjes hebt met deze haakjes, moet het gewoon perfect in je oren zitten. Als je schudt met je hoofd, dan moet er niks aan de hand wezen. En dan zal ik eens even kijken. Zo, die zitten er volgens mij nu erachter. Als ik nu zo doe. Dus ze vallen gewoon totaal niet uit je oren. Ze blijven hartstikke goed stevig zitten. Je kan schudden wat je wil, springen wat je wil, rollen wat je wil. Weet ik van wat je wil, behalve zwemmen, want dat kan dan denk ik niet. Het is wel sweat resistant, dus als je gaat sporten hiermee kan dat absoluut. Je kan alleen niet mee gaan zwemmen. Maar ik ken niet echt iemand die gaat zwemmen met zijn oordopjes, dus dat. Ze zitten hartstikke goed. Wat dat betreft denk ik echt veel blijer mee dan met de Soundpeats. Want die zitten echt gewoon, die vallen best wel snel eruit. En die moet je vaak wel een beetje in de gaten houden. Vooral als je wat dingen gaat doen. Bij deze heb je dat niet. Je doet het gewoon erin en het is gewoon geen zorgen. I love that. Very good. Yes, yes, yes. Ja. Even joggen. Zie je altijd van die zwarte dingen. Ziet het een beetje pad uit? Ik ga eens even in de spiegel kijken. Ja, het steekt wel veel uit. Ja, dat is echt twee zwarte bollen aan de zijkant van je hoofd. Of het er mooi is of niet, ja, het is natuurlijk. De een vindt het mooi, de een vindt het weer niet mooi. Persoonlijk, wat vind ik ervan? I don't know. Ik ben niet zo heel grote fan van. Maar ik snap voor mensen die uniek willen zijn, dan snap ik het wel. Weet je, er zijn altijd mensen tussen die altijd toch wel weer op een manier uniek willen zijn. En ik denk als je dit laat zien, als je dit in hebt in je oren en je vrienden laat zien, dan denk je wel van, oh, what the fuck is dat? En dan, je krijgt sowieso opmerkingen erover, dat weet ik zeker. Dus, dat betreft, ja, voor die mensen die uniek willen zijn, aanradertje. Voor de mensen die wat meer bas willen zoeken en uniek willen zijn, ik denk dat je beter bij andere oordopjes kan wezen. Maar we moeten trouwens ook nog de microfoon uittesten. Mm-hmm. Allerbelangrijkste nog. Dus dat gaan we ook eerst even doen. En daarna gaan we even de video afsluiten. Nou ja, oké. Okay. Ik denk dat wat? Jij mij hoort. Ja. Dus hoe klinken ze? Goed. Goed? Ja, hoor je ja, goed? Ik hoor me gewoon. Ik heb via de luidsprekers. Dus, oké, nou ja, dan weten we ook hoe dat klinkt. En dat is denk ik wel een stuk beter dan de soundpiece. Sowieso. Wel. Very nice. Zal ik maar weer even naar beneden komen? Is goed. Oké, het is wel voor mij even wennen trouwens, met opnemen en skippen en dat soort dingen, dat ik hier het midden moet raken. Dat ik hier echt in het midden moet raken, want ik heb heel vaak dat ik bovenop het leeuwtje zit, dus het is voor mij echt een wenning om dat een beetje goed onder de knie te krijgen. Maar jij vond de audio voor je goed? Mhm. Ja, audio is goed, dus zou je prima mee gesprekken mee kunnen houden met andere mensen als je dat zou willen eigenlijk. Dus dat betreft is goed. De geluidskwaliteit is goed. Het enige meerpunt wat ik vind van deze oordopjes zijn eigenlijk gewoon de bas. De bas is gewoon niet heel erg aanwezig. Voor de rest, ja, je moet me net de look ervan van houden. Ja, je moet me echt van houden, ja, ja. Voor de rest, ik weet ook niet. Linkje van het product staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Als je nog vragen hebt, stel ze gerust in de comments hieronder. En dan zie ik je weer bij de volgende. Tot dan.